Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben vandaag weer bij jullie terug met een nieuwe Goodiebox unboxing. Voor de mensen die op deze video hebben geklikt, maar geen idee hebben wat Goodiebox is. Goodiebox is een beauty abonnement, een maandelijks beauty abonnement, waarbij je dus elke maand zo'n box krijgt met minimaal 5 beauty producten ter waarde van minimaal 65 euro. En je betaalt slechts 20 euro in de maand. Deze is van de maand september, oktober. Het is een oktober, dus van de maand oktober. Ik ga hem helemaal unboxen voor jullie. Ik ga laten zien wat erin zit. En ik ga ook gewoon gelijk aanbrengen wat ik kan aanbrengen. Want dan kunnen we gewoon gelijk zien hoe alles werkt. Ik vind dit soort beautyboxen altijd super, super leuk. Want financieel gezien krijg je ook altijd meer dan waar je voor betaalt. En je kunt nieuwe beautyproducten proberen die je normaliter niet per se zou kopen. Dus dat vind ik altijd leuk. De beautybox is altijd gevuld met iets van beauty. Dat kan make-up zijn, skincare, accessoires. Het kan echt van alles zijn, maar het heeft sowieso altijd te maken met beauty. Dus dit is de box van vandaag en die gaan we gewoon unboxen. Als jij wilt abonneren op een Goodiebox, beneden in de beschrijving staat een linkje. Het is ook gewoon maandelijks opzegbaar, dus als je het toch niks vindt, kun je het gewoon opzeggen. En als jij al bent geabonneerd en de box ook hebt, dan kunnen we gewoon samen unboxen. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Wat me weer gelijk opviel in de box is dat we weer zo'n handig boekje krijgen. Hier staan alle producten in, de prijzen, een uitleg en al dat soort dingen. Dit was een boekje die we altijd bij elke Goodiebox kregen. Alleen ze waren ermee gestopt en toen kregen we steeds alle informatie online via e-mail. Ik vond dat niet zo fijn. Ik vond altijd gewoon het boekje fijner. Dus ik ben heel blij dat hij weer terug is. We gaan beginnen. Dit is dus wat je ziet als je de box openmaakt. Hij is helemaal paars. Oh, er zitten ook snoepjes bij. Oké, van Wally and Wiz of zoiets. Kijk even dit, jongens. We hebben gewoon snoepjes. I like it. Ik ga hem gelijk proeven. Lekker, man. I love it. Wow, die snoepjes waren echt lekker. Oké, we gaan beginnen met het eerste product. Ik zie ook gelijk dat alles full size is en dat vind ik altijd top. Het eerste product is een pincet. Van Nire Beauty hebben we de Slender Tweezer. Winkelwaarde is 16 euro. Ik ben altijd blij met pincetten, want ik moet altijd pincetjes hebben. Dus hier ben ik happy mee. Dit is hoe die eruit ziet. Gewoon een rosé-achtig pincet. Ik heb mijn wenkbrauwen nog niet gedaan. Ik ga gewoon even hiermee een beetje wat haartjes wegplukken. Even zien hoe makkelijk dat gaat. Ik vind het een fijne pincet, alleen ik vind wel dat hij hier iets minder dik had moeten zijn. Iets meer dun, dat was iets makkelijker geweest met haartjes weghalen. Maar al met al vind ik het wel fijn. Ik zou nooit 16 euro betalen voor een pincet. Nooit, niet alleen deze pincet, maar voor geen enkele pincet. Dus nou vind ik het wel leuk dat ik een pincet heb die zo duur is, die ik normaal nooit zou kopen. Dus deze ga ik zeker gebruiken. We gaan verder met het volgende product. Dit is een spons. Van Moshi Moshi Mind heb ik hier de Mind Sponge Cognac Sponge with Collagen. Winkelwaarde is 14 euro. Dit is een reinigingsspons. Je kunt hem gebruiken met je reinigingsproducten en dan zo je gezicht extra goed mee schoonmaken. Ik heb al zoiets, dus ik ga deze niet gebruiken en ik wil hem nou ook niet openen, want ik wil hem in de winactie doen, zodat ik een van jullie hier blij mee kan maken. Maar dit soort sponsen zijn echt oprecht fijn. Ik vind die heel fijn om mijn gezicht mee schoon te maken, dus ik raad zoiets ook echt aan. Dus ik denk dat de persoon die de winactie gaat winnen, hier heel erg blij mee gaat zijn. 100% natuurlijk. Echt top. Hiermee gaat echt iemand heel blij zijn. Het volgende is een masker. Van La Roze is dit de Regenerating Stick Mask. Winkelwaarde 16,90 euro. Zoiets heb ik echt nog nooit gezien. Dit is een klein masker, maar dan in een stick vorm. Dat hele concept ken ik echt niet. Kijk, dit is de stick. En je kunt het dan gewoon zo helemaal aanbrengen op je gezicht. Staat hier. 5 minuten laten intrekken en dan afspoelen met lauw warm water. Dus dat ga ik doen. Oké, dit vind ik echt apart. Ik vind het wel handig, want zo maak je je handen niet vies. Met een normaal masker maak je je handen vies. Al doe ik dat nooit, want ik gebruik gewoon altijd een kwastje. Maar ja, een stick is wel handig, want dan hoef je geen kwast te gebruiken, niks. Zo'n klein masker is handig om je gezicht goed te reinigen. Oké, maar hoe moet ik hem openmaken? Er zit hier iets op en ik snap niet hoe ik het eraf moet krijgen dan. Je kunt het zo onderdraaien en dan gaat het omhoog. Eeuw, ik snap het niet, jongens. Oh, jongens, hij is eraf. Hier is hij en dit is het masker. Ik hou altijd van maskers. Ik heb eergisteren nog een masker opgedaan. Ik heb echt superveel maskers. I love it. En dan ga ik gewoon nou het klein masker aanbrengen. Dit voelt zo koud en raar aan. En het hoeft maar voor 5 minuten. Dat is niet heel lang. Hij is alleen wel heel groot voorbij de neus. Maar oké.
Oké, nou het hele masker zit erop. Hij bracht gewoon goed aan. Het is inderdaad echt een klein masker. De prijs is ook wel best wel oké. Ik ben heel erg benieuwd hoe mijn huid hierna gaat voelen. Ik vind zo'n stick echt wel handig. Want dan hoef je niet helemaal in te gaan met je handen of met de kwast. En de kwast weer schoon te maken. Niet dat het heel veel werk is. Maar toch, het is toch weer iets minder werk dan normaal. Dus ik ben benieuwd. Ik ga het even 5 minuten op laten zitten. Er staat ook op, nadat je dit masker hebt opgedaan, is je gezicht zacht en helemaal schoon. The skin looks like new, dus je gezicht ziet er weer helemaal nieuw uit, je huid. 2 keer in de week gebruiken op een schoon, droog gezicht. Ik kom zo bij jullie terug als ik het eraf heb gehaald. Nou jongens, daar ben ik weer. Ik heb het hele masker eraf gewassen. Ik vind het masker echt helemaal niks. Mijn huid voelt super droog aan, voelt heel erg stroef aan. Ik heb ook hier heel veel jeuk. Het is hier nou ook een beetje rood. Ik heb hier ook een beetje jeuk. Dus heel mijn gezicht voelt helemaal jeukerig en stroef en droog aan. Dat vind ik echt helemaal niks. Ik heb een heleboel klein maskers die echt gewoon geweldig zijn. Maar deze, hoe ik mij nu voel, hoe mijn huid nu voelt. Nee, ik vind echt helemaal niks. We gaan gewoon verder. Godzijdank hebben we hier ook een gezichtscreme. Want mijn gezicht is zo droog. I need a creme. Van Ivy Aya heb ik de Face Cream with Pro Vitamine B5. Winkelwaarde 7 euro. Oké, er staat dat deze creme je gezicht vitamine B5 geeft. Voedt en vernieuwt. Gebruik het in de ochtend en in de avond na het reinigen van je gezicht. Oké, nou top. Mijn gezicht is nou helemaal gereinigd door dat stomme masker. Dus we gaan nou deze crème een beetje aanbrengen. We krijgen 50 milliliter, dat is best wel veel. Is gewoon een normale hoeveelheid. De crème is zo wittig. Oh, heerlijk. Mijn gezicht moet echt een crème hebben. Oh my god. Het ruikt nou echt naar niks. Zo, heerlijk jongens. Dit had ik echt een beetje nodig na dat masker. Oké, ik heb heel eventjes online opgezocht wat vitamine B5 precies doet voor je huid. Want dat wordt hier niet echt goed genoeg uitgelegd, vind ik. Er staat, vitamine B5 bevordert de celvernieuwing en helpt je vel soepel te houden. De vitamine is ook goed om de vochtbalans op peil te houden met een jonger ogende, gehydrateerde huid als resultaat. En dat is ook echt nou wat ik voel. Echt geweldig. Vooral na dat masker, dat contrast van de droogheid van het masker en de hydratatie van deze crème is echt super groot. I love it. Hele fijne crème. Oké, het volgende is een lipstick. Dus ik ga mij eventjes helemaal opmaken. En dan gaan we beginnen aan dit product. Ik kom zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Helemaal opgemaakt. En wel Catfish 101. Voor mijn ogen heb ik dit paletje gebruikt van Old J. Goulson Ice Ice Baby. Echt een prachtig paletje. Dit is de tweede keer dat ik hem heb gebruikt. De eerste keer was in een video over heel deze collectie. Dus check die video ook als je dat nog niet hebt gedaan. Maar goed, het gaat niet over mijn make-up. Het gaat over deze beauty box. Dus we gaan verder met het laatste product. En dat is dus een product voor de lippen. Van Sandstone Scandinavia heb ik de Lip Glaze. Winkelwaarde 18 euro. Dit is een rode lip glaze. En ik ga ervan uit dat het gewoon een lipgloss is. De kleur is Summer Fling. Ik ga even de lipbalm die ik nou op heb een beetje eraf halen. Deze kleur past niet per se met de ooglook, maar whatever. Ik ben benieuwd. Ik hou altijd van make-up producten. Dus ik ben blij dat we weer een make-up product hebben. Ja, het is echt een gloss. Het ruikt naar niks. Het heeft echt geen geur. Hij brengt heel fijn aan. Het is een beetje een dikkere formule. Ik vind het wel fijn. Hij plakt ook niet. Ik vind het top. Het heeft niet super veel kleur. Ik had echt verwacht dat hij echt veel kleur zou hebben. Maar het is gewoon een lipgloss met een tint er doorheen. Maar I like it. Ik vind het echt oprecht heel mooi. Ook heel mooi als je er gewoon een rode felle lipstick onder doet. En dan deze erop. Heel mooi. Ik vind het echt een hele fijne gloss. Ik ga ervan uit dat iedereen gewoon deze kleur heeft gehad. Oké, nou dat waren dan alle 5 de producten van de Oktober Goodie Box. Nou ga ik ook alle prijzen erbij halen en dan kijken hoeveel winst we hebben gemaakt. Want jullie hebben maar 20 euro betaald. Ik heb niks betaald voor de box. Ik ontvang het gewoon in PR. Dus we gaan even zien hoeveel winst we hebben. Alles is full size, dus dat vind ik fijn. Dan hoef ik niet allemaal te gaan rekenen en zo. Ik ga beginnen met de pincet. De pincet is 16 euro. Dan dit gezichtsmaskertje, die is 16,90 euro. Dan deze lipgloss, die is 18 euro. Deze spons is 14 euro. En deze gezichtscreme is 7 euro. Dus in totaal komen we dan uit op een bedrag van 71,90 euro. Je zou dus 71,90 euro betalen als je al deze producten individueel zou kopen. Jullie hebben maar 20 euro betaald, dus ik haal 20 euro eraf. Dus dan heb je een winst van 51,90 euro. Financieel gezien is dat echt top.
top. Nou jongens, dat was dan de box van deze maand. Ik vond het een fijne box, leuke product. Ik ben echt blij met het product. Het enige wat ik echt minder vond is dit kleimasker. Die ga ik ook echt niet meer gebruiken. Ik vond het echt vreselijk hoe droog en jeukerig mijn gezicht aanvoelde. Voor de rest is alles top en deze gaat in een winactie. De gloss is echt super fijn. Deze crème vind ik ook echt heel erg fijn. I love it. Dus ik ben echt weer blij met de box. Als jij ook wilt abonneren, beneden in de beschrijving staat een linkje en je kunt dan gewoon makkelijk abonneren voor 20 euro in de maand. Ik hoop dat jullie ook weer hebben genoten van mijn video. Voor de mensen die de box al hebben, laat ons weten wat jullie ervan vinden. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!